Op zoek naar de VIP's en de vrijwilligers hier op de Champions Trophy in Breda. Hier achter mij in het clubhuis is de thuisbasis van de vrijwilligers. Dus laten we eens even gaan kijken of we er een paar kunnen vinden. Ik sta hier nu met Jelle, Marleen en Tanja. En jullie zijn eigenlijk een beetje hoofdvrijwilliger. Jullie zijn ook op zoek gegaan naar al de vrijwilligers die hier aan het helpen zijn. Hoe hebben jullie ze gevonden? We hebben ze gevonden via een inschrijfformulier. Althans, we hebben een inschrijfformulier online geplaatst op hockey.nl. En je ziet eigenlijk meteen bij het online gaan van het formulier dat die aanmelding echt als een raket is gegaan. Dus op die manier. En krijgen ze ook wat leuks van jullie als ze vrijwilliger zijn? Ja, ze krijgen sowieso een kledingpakket. We staan altijd uit twee polo's, een petje, een jas en een trui. Kijk. En we willen ervoor zorgen dat we altijd zo vrolijk mogelijk zijn. De dag beginnen en op dag 10 het net zo leuk vinden als dag 1. Mm-hmm. Daarom proberen we ze soms een beetje op te kopen. Gewoon rondjes maken, drinken, hoe gaat het met je? Maar ook de mensen die jarig zijn even in het zonnetje zetten. Nou, dat klinkt superleuk. En hoeveel zijn het er eigenlijk dit jaar? Ik denk dat we ongeveer de 220 wel halen. 220 vrijwilligers. Hartstikke leuk dus die vrijwilligers. En 120 van de 220 vrijwilligers is hier deze week niet voor het eerst. Maar is al vaker bij zo'n toernooi geweest. En ik heb gehoord dat Natasja en Bernadette vaste vrijwilligers zijn. Dus laten we even bij hen gaan kijken waarom dit nou zo leuk is om te doen. Wat toernooi is dit voor jullie? Vijfde zo uit mijn hoofd. Vijfde keer dat je al vrijwilliger bent. Ja. Nee, de vierde. En de vierde. Ja. Zo, ja. Dat maakt het dan wel heel erg leuk, denk ik. Ja. Het is super gezellig. Wat vinden jullie er dan zo leuk aan? Het is één grote familie. Ja? Ja? Het is super gezellig. Iedereen is in een hele leuke stemming. En heel gezellig. Ja. Het publiek is leuk. Heel veel nationaliteiten. Het is gewoon heel erg leuk. En wat is jullie taak nou deze week? Wij zijn eigenlijk een soort van gastvrouwen. We wijzen de mensen hun plaats. Als ze vragen hebben, kunnen ze bij ons terecht. Dus jullie zorgen er gewoon voor dat iedereen het naar zijn zin heeft. Alles goed verloopt. Ja. En jullie hebben zelf ook een superleuke tijd dan. Absoluut. Ja, anders zouden we het niet doen. Nee. Nou, hartstikke leuk. Dank jullie wel. En heel veel plezier. Graag gedaan. Ja, ik sta hier nu met John en Willem. En jullie zijn ook vrijwilligers. Maar jullie hebben wel een heel bijzondere taak. Jullie mogen namelijk in de auto's hier rondrijden. Waar rijden jullie allemaal naartoe? Nou, alle hotels en station, vliegvelden enzovoort. Ja. En wie krijgen jullie dan in de auto? Teams en officials. Ja, teams en officials, die rijden jullie dan rond. En andere vrijwilligers. Een hele rij Volvo's hier. Kijk, zitten we dan. Dus zo vervoeren jullie alle officials en teams hier in de Volvo's. Ja. Nou, ik zeg, doe maar terug naar het terrein. Gaan we! Nu ben ik onderweg naar het VIP-dorp hier op het evenemententerrein. Daar mogen namelijk alleen de VIP's komen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe het dorp eruit ziet en wie die VIP's dan zijn. Nou, ik sta hier nu met Kim in de VIP-lounge van Deloitte. Ja, nou, het is nu nog een beetje de stilte voor de storm. We gaan straks ontvangen allemaal medewerkers en klantenrelaties van Deloitte. En dan gaan Tim Jenneskes en ik samen de wedstrijden voorbeschouwen en ook nabeschouwen. Maar die is ook, zoals je ziet, helemaal ingericht met posters van hockey-coryfeeën die actief zijn, maar ook die zijn gestopt. Ja. Omdat zij bij Deloitte aan het werk zijn. En nu is het inderdaad nog rustig en dadelijk helemaal afgeladen met mensen. En, ja, volgens mij worden er 150 mensen verwacht. Dus dat is aardig wat. Ja, leuk. Ja. Inmiddels zit het hier helemaal vol achter mij bij het VIP-dorp. De Deloitte Lounge is vol en de Rabo Lounge is ook aardig druk. En ik heb gehoord dat de dames daar ook aan het eten zijn. Dus laten we even gaan kijken. Hartelijk applaus voor Maria. Gaan jullie in de Rabo Lounge? Alle dames zijn hier ook net gearriveerd en die krijgen zo lekker te eten. Ja. Hoe verzorgen jullie de gasten hier? We hebben natuurlijk gewoon onze gasten van de Rabobank. Dus die verzorgen we uitermate goed. Dus een eigen parkeerplek. We komen hierheen, hebben een hapje en een drankje voor de wedstrijd, in de rust, na de wedstrijd. Dus we verwelkomen ook altijd de spelers van Nederlands Elftal na de wedstrijd. Dus zowel de dames als de heren vanavond. Okay. Maar wat we ook doen is dat we de familie en de vrienden van de spelers altijd wel mee naar onze dames. Ook voor een hapje en een drankje. En dan ben ik eigenlijk ook nog wel benieuwd. Wat krijg je dan om te eten? Nou, dat is wel gewoon. Kun je net niet zien, maar achterin
staat een apart buffet voor de dames, voor de speelsters. Ja. Want er zijn een aantal die een glutenallergie hebben. Ja. Dus net worden ze allemaal glutenvrij. Daarnaast moeten er veel koolhydraten in zitten, pasta. Dus echt herstelvoeding. Precies, ja. Het is echt een ander buffet dan voor de gasten. Dus ja. Er staat ook iemand bij die zegt, nee, dit is niet voor jullie, dit is alleen voor de speelsters. Ja, precies. Na een hele goede sfeer in het VIP-dorp, de VIP's worden heel erg goed verzorgd en de vrijwilligers hebben het ook enorm naar hun zin hier op de Champions Trophy in Breda.